welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een super leuke video. Ik heb hier een bakje met allemaal nieuwe make-up. Ik heb zowel dure make-up als heel veel betaalbare make-up. Het is gewoon een beetje een mixje door elkaar heen. Sommige producten zijn best nieuw, sommige bestaan al wel even, maar heb ik nu pas. Dus ja, ik was gewoon benieuwd naar al deze make-up en ik dacht, ik maak er een videootje van. Ik ga ook een full day wear test doen. Dat houdt in dat ik de make-up de hele dag opgehouden en aan het einde van de dag bij jullie terugkom om te laten zien hoe de make-up er nog op zit. Laten we gewoon snel gaan beginnen. Vergeet niet te liken en te abonneren. Oké, we gaan vandaag beginnen met de oogmake-up. Want ik heb een vrij donker oogschaduwpaletje. En de fallout is real. Want als het zwart op mijn gezicht valt terwijl ik al foundation op heb, niemand heeft daar zin in. Dus vandaar dat ik vandaag eerst met de ogen begin. Ik heb hier de Huda Beauty Smoky Obsessions paletje. Dit is een heel klein schattig paletje van Huda Beauty. En het heeft een spiegeltje en deze prachtige bruine donkere kleur. Ik vind het echt een prachtig paletje. Echt mijn ding. Ik hou van dit soort kleurtjes. Dus ik wil hier een look mee gaan maken. Huda Beauty is een duur merk, dat weten we allemaal. Ik heb hem van smukcosmetics.nl. Dat is een Nederlandse website of .com. I don't know. Ik denk .nl. Maar dat is een Nederlandse website. Met allemaal dit soort merken zoals Huda Beauty, UVS Plates, Fenty Beauty. Dus mocht je daar iets willen kopen, ik heb ook een code Sarah en dan heb je een beetje korting. En dit kleine paletje met 9 kleuren is 30 euro. Hij voelt wel echt duur en luxe aan, dat vind ik fijn. Hij gaat dicht met een soort van magneetje. Hij ziet er echt heel mooi uit. Echt, ik heb niks aan te merken over hoe die eruit ziet. Hij ziet er echt uit als een oogschaduwpaletje die 30 euro waard is. In tegenstelling tot heel veel andere paletjes. Ik ga eerst mijn ogen primen. Ik heb niks nieuws voor dat. Dus ik gebruik mijn W7 I Got The Power Eyeshadow Primer. Ik gebruik deze primer echt altijd. Dus dit is niks nieuws voor jullie. Tenminste voor de mensen die mij al een tijdje volgen. Ik ga me ook even gelijk afpoederen met een losse poeder. Gewoon een translucent. Ik pak eerst deze hele lichte soort van karamelkleur. Dit is gewoon een matte kleur. En deze kleur doe ik in mijn hele arcadehoog als transitiekleur. Ik ga weer best wel hoog. Dit wordt echt wel een heftige look. Dan pak ik deze bruine kleur. Die is iets lichter dan die daarnaast. En deze kleur ga ik ook in mijn arcadehoog doen. Ik gebruik gewoon nog steeds de kwast van net. En ik blijf nou wel iets lager. En ik blend dit in met die eerste kleur. Ik maak gewoon van die rondjes. Kijk, ik blijf nou toch iets onder die andere kleur om het gewoon smoky te houden. Dit paletje heet ook de Smoky Obsessions. Dus ik wil ook echt een smoky look maken. Dan pak ik de donkste bruine kleur in het paletje, die ernaast. En ik gebruik nog steeds dezelfde kwast. En deze ga ik vooral in de buitenste ooghoeken aanbrengen. Ik gebruik heel de tijd deze kwast, omdat dit echt een hele fluffy kwast is. En ik ook alles gewoon heel fluffy wil hebben. Ik wil het echt super smoky hebben. En om dat te bereiken, kun je het beste veel fluffy kwasten gebruiken. En deze kleur smoke ik helemaal zo naar buiten. En dan pak ik de zwarte mat kleur in het paletje. En nu pak ik wel een iets kleinere fluffy kwast. Dit is de Sigma E38. En die ga ik letterlijk hier in mijn buitenste ooghoek aanbrengen. En deze hou ik echt alleen maar in de buitenste ooghoek. Ik ga niet naar binnen. En ik ga het gewoon steeds blenden. Ik pak verder niet meer zwart. Maar ik ga het gewoon zo in de buitenste ooghoek blenden en weer smoken naar buiten. Net als hoe ik met die bruine kleur ervoor deed. En nou het al behoorlijk is uitgeblend, trek ik het een beetje naar boven toe richting mijn crease. Ik heb nog steeds niet meer oogschaduw gepakt. En dan pak ik weer die eerste fluffy kwast. Ik heb er verder niks meer opgedaan. En dan ga ik de randen een beetje uitblenden en een beetje meer smoky maken. Dan pak ik mijn Catrice Liquid Camouflage Concealer in de kleur 020 Light Beige. En die ga ik gebruiken om een halve cut crease te maken. Dit is mijn standaard concealer die ik gebruik voor cut creases. Nou, ik heb de cut crease iets hoger gedaan om het iets dramatischer en heftiger te maken. Dan pak ik deze prachtige zilveren kleur. Die spat echt uit het paletje en ik maak nooit zilveren ooglooks. Dus ik dacht, ik kan een saaie bruine look maken of gewoon die kleur gebruiken. Dus dat ga ik doen. Ik maak mijn kwast nat met fixing spray. En dit ga ik dan aanbrengen op de hele cut crease. Dus overal waar ik die concealer heb gedaan. Met de kwast komt er niet echt veel af, maar als je je vinger gebruikt, oh my god, maar ik heb echt een hekel aan mijn vinger gebruiken. Want ik heb altijd lange acrylnagels en dan kan ik niet echt secuur werken. Dus ik breng het gewoon in het midden aan met mijn vinger. En dan om toch secuur te kunnen werken, breng ik het bij de randen aan met een kwast. Dan pak ik weer die zwarte kleur en dezelfde kwast als net die ik daarvoor had gebruikt. En dan ga ik het zwarte met het zilveren proberen in te blenden. Ik ga er gewoon zo rustig overheen totdat het genoeg in elkaar inblendt.
Nou, ik heb echt fallout hier, vooral van die zilveren kleur. Dus godzijdank ben ik begonnen bij mijn ogen. Ik ga nu heel eventjes stoppen met oogschaduw en een eyeliner aanbrengen. Ik heb ook een nieuwe. Ik heb de Maybelline Lasting Drama Gel Eyeliner. Dit schijnt een hele goede betaalbare gel eyeliner te zijn. Volgens sommigen zelfs de beste in de betaalbare categorie. Dus ik ga deze proberen. Proberen. Nederlands. En deze eyeliner is 8 euro. Nou, zo ziet het potje er dan uit. En er zit gewoon een zwarte gel in. En je krijgt ook een kwastje erbij, maar die ga ik niet gebruiken. Voor gel eyeliners gebruik ik altijd deze kwast. Dit is de Sigma E06 kwast. Deze is speciaal voor winged eyeliners. En ik ga gewoon een hele wing maken tot aan buiten. Een beetje heftig ook. Nou, hij brengt echt al gelijk heel fijn en heel smooth aan. Oké, mensen, deze is echt absurd goed. Ik snap waarom iedereen hem zo goed vindt. En hij is maar 8 euro. Super smooth, super zwart. Brengt heel fijn aan. Hij glijdt letterlijk gewoon zo mooi over je oog. Super fijne gel eyeliner. Dan pak ik even een make-up doekje. En dan ga ik het hier eventjes opruimen. Zo, nou is het lekker dramatisch. Helemaal zo wing. Ja, echt, ik hou ervan, jongens. Ik stop heel even nou met dit paletje. Ik vind hem tot nu toe echt geweldig. Hij blendt geweldig. Hij is heel mooi. Hij is ook echt gewoon echt zwart en echt zilver. Ook die twee kleuren blenden heel mooi samen. Ja, ik vind hem echt top. Voor mascara heb ik een hele oude favoriete Maybelline mascara. Ik heb hem nog nooit geprobeerd, tenminste zover ik me kan herinneren. En dat is de Maybelline Great Lash Mascara. Deze is 8,50 euro bij de Kruidvat. Dit is echt Maybelline. Echt lijkt een van de oudste mascara's ofzo. Ik kan me niet herinneren dat ik hem heb gebruikt. Ik twijfel wel een beetje. Maar mocht ik hem ooit hebben gebruikt of getest, dan ben ik het in ieder geval vergeten. Dus ik wil hem vandaag even weer proberen. Nou, zo ziet hij eruit. Dus niet echt heel veel belovend, maar ik ga hem gewoon even aanbrengen. Hij is ook best wel klein. De meeste zijn iets langer. Deze is toch best wel klein. Kun je wel iets meer secuur werken. Voor alle nieuwe abonnees die het nog niet weten. Ik heb bijna geen wimpers, dus je gaat niet veel zien. Ook omdat ik nou een eyeliner op heb, ga je het helemaal niet goed zien. Daarom heb ik ook altijd nep wimpers op. Maar ik kan toch altijd wel zeggen wat ik ervan vind. Oké, nou, ik was een beetje sceptisch toen ik dit zag. Ik dacht echt, dit wordt niks. Maar op zich is hij echt best goed. Hij maakt mijn wimpers best wel mooi. Ik ga hem straks ook voor de onderste gebruiken. En dan weet ik echt wat ik ervan vind. Maar tot nu toe, prima. Ik ga even nep wimpers opdoen. Ben ik zo terug. Wimpers zitten erop. Dit zijn de Queen Tarsi Wimpers Jasmine. Ik heb een nieuwe foundation, dus geen nieuwe primer. Want ik wil niet dat de primer de foundation beïnvloedt. Dus ik ga eentje gebruiken die ik al ken, waarvan ik weet dat die gewoon goed werkt. En dat is de By Kelsha Primer. En dit smeer ik dan over mijn hele gezicht in. En dan een foundation waar ik echt super super benieuwd naar ben. En dat is de Fenty Beauty Foundation van Rihanna. Ik ben een beetje laat. Deze is er echt al lang. Maar goed. Ik heb hem in de kleur 210. Ik heb hem gehad van Smuk Cosmetics. Maar zij heeft dus gewoon mijn kleur gegokt. Dus ik hoop dat hij goed is. Oh, er staat hierop dat je de foundation eerst moet schudden. Dat doe ik echt nooit. En deze foundation is 40 euro. Wel aan de dure kant. Maar hij is best wel groot. Dus ik denk dat je best wel veel krijgt. Je krijgt 32 milliliter. Een normale foundation is ongeveer 30. Dus je krijgt iets meer dan normaal. En deze foundation is er in 40 kleuren. Dus er zijn echt heel veel kleuren. Er staat op dat het een soft matte foundation is. En een long wear foundation. Dus dat hij ook lang blijft. En het is een volledige dekking. Ik heb ook iets nieuws om hem mee aan te brengen. De Boozy Shop spons. Ik ben hier echt heel benieuwd naar. Dit is een microfiber spons. Dus er zitten van die haartjes op. Oh god, hij voelt zo raar aan. Hij is gewoon zo zacht en fluffy. Zo raar. Kijk, ik hoop dat jullie zo de haartjes een beetje kunnen zien. Hij is dus echt helemaal vol met van die mini haartjes. Ik ga hem even snel nat maken. Nou, hij is echt super veel gegroeid nu die vochtig is. Dan ga ik gewoon de foundation daarmee aanbrengen. Ik breng altijd gewoon zo een beetje aan op mijn spons. De spons is wel iets harder dan de normale beauty blender. Oh mijn god, deze foundation. Mensen, pak een klein beetje. Ik heb echt way too much gepakt. De kleur is op zich wel goed. Oh mijn god, normaal is het echt voor mij 1 pomp per wang. Dus echt hier 1 pomp, hier 1 pomp, hier 1 pomp. En dan mijn neus en kin ook een pomp. Maar ik heb nou 1 pomp en ik heb gewoon mijn hele onderkant van mijn gezicht onder. Dus deze foundation, je kunt er echt lang mee doen. Oh mijn god, ik zie nu al gewoon, mijn huid is zo mooi.
Oh my god. Deze foundation is echt mooi. Ik vind de spons ook fijn. Ondanks dat hij iets zachter had mogen zijn, vind ik hem wel fijn. Oh mijn god, deze foundation is echt de shit. Hij is echt mooi. Hij is echt volledig dekkend. Je kunt echt lang doen met één klein pompje. Kleur is ook gewoon wel goed. Ja, hele mooie foundation. Echt, mijn huid is helemaal smooth. Dan gaan we door met concealer. Ik heb hier de Nabla Close Up Concealer. Deze is 18 euro. Ik had hem in de sale met Black Friday. En ik heb hem in de kleur Ivory. Dat is een hele lichte kleur, maar ik vind dat gewoon altijd mooi. Hij lijkt een beetje op de Shape Tape Concealer. Dus ja, maar dan een iets goedkoper. Oh mijn god, mijn oogtranen. Ik ga deze concealer aanbrengen. Oeh, hij is echt heel dik, ja. En ook hier komt heel veel vanaf met maar één keer erin te zijn gegaan. En dan ga ik het gewoon weer inblenden met deze spons. Wat ik wel iets minder vind, is dat de punt niet heel puntig is. Kijk maar het verschil met die van Queen Tarzi. Dus je kunt niet echt heel goed in de hoekjes hier bij mijn binnenste ooghoek. Kijk, het lukt me gewoon niet om het hier mooi uit te blenden, omdat die gewoon daar niet komt. Ik ga even deze spons pakken om het daar een beetje uit te blenden. En dan de rest blend ik gewoon weer uit met deze Boozy Shop spons. Wat ik merk is dat deze concealer heel snel opdroogt, dus je moet snel werken. Ik heb nou een beetje te traag gedaan. Oké, mensen, wat ik ook echt minder vind aan de spons is dat hij te snel opdroogt. Hij is alweer gewoon helemaal droog. Het voelt nou gewoon alsof ik met een droge spons aan het uitblenden ben. Dat vind ik niet heel fijn. Ik denk dat dat door die haartjes komt, dat hij zo snel opdroogt. Ga deze mijn Queen Tarzi vervangen of mijn Beauty Blender? Nee, deze zijn nog steeds beter. Oké, de concealer is ook heel mat. Hij concealt ook gewoon goed. Het is een goede dekking. I like it. Om te beken heb ik een nieuwe betaalbare losse poeder waar jullie mij om hebben gevraagd. En dat is de Catrice Banana Powder. Ik heb deze al in het wit. Vond ik absoluut niks. Maakte mijn gezicht helemaal wit. Op een foto had je flashback. Die was echt vreselijk. Maar nou is hier dus de banana versie. Dus ik ga die proberen. Want deze is gewoon meer gelig. En deze poeder is maar 6 euro. Gaat die beter zijn dan mijn W7 banana poeder? I don't know. Ik vind hem wel heel licht geel. Het is een beetje een aparte geel. Zo'n geel ben ik niet echt gewend. En dan ga ik onder mijn ogen beken. Hij is wel heel geel. Oh mijn god, nee. Hij is echt way too geel. En hij maakt het onder mijn ogen echt super droog. Oké, mensen. Nee, sorry. De wit was niks en deze is ook niks. Oh mijn god. Kijk het verschil. Ik maak het hier expres lichter omdat ik dat mooi vind. En dan doe ik die. En dan is het gewoon helemaal zo geel donker. En het is ook nou echt super droog. Oké, nou dit was echt een flop. Ik ga even mijn Nabla poeder gebruiken. En even mijn neus contouren. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, nou ik heb afgepoederd en gecontourd bij mijn neus en mijn gezicht en mijn kaak. Ik heb ook een beetje fixing spray, MAC Fix Plus, gesprayed. Omdat het toch wel een droge bedoeling is. Als je al een droge huid hebt en dan ook nog een droge matte foundation en een matte concealer gebruikt. Maar als je gewoon een beetje fixing spray sprayt, dan is alles weer opgelost. Ik ga nou even snel mijn ogen afmaken. Ik pak weer deze zwarte matte kleur. En die ga ik echt tegen mijn onderste wimperrand aandrukken. Ik ga niet te ver naar beneden. Dan pak ik een super zwart oogpotlood. Eentje die ik al heb. En deze is echt super zwart en echt heel erg goed. En dat is gewoon het oogpotloodje van de Action. Dit is de Cool Pencil. Deze is zo zwart. Is niet te doen. Deze is echt geweldig. En deze breng ik dan aan in mijn waterrand. En dit doe ik onder maar ook boven. Dan pak ik deze bruine kleur. Dus niet de donkste, maar de op één na donkste. En ik gebruik dezelfde kwast. En daarmee ga ik het zwart hieronder een beetje uitblenden en een beetje smoky maken. En dan ook een beetje mascara op de onderste wimpers. Ja, deze mascara is ook echt prima. Het enige wat hij niet doet is het echt dikker en voller maken. Dat niet. Hij maakt het wel langer en echt zwarter. Dus ja, dat is wat ik ervan vind. Als bronzer heb ik de Rimmel London Natural Bronzer. Ik heb hem in de kleur 026 Sunkist. En deze bronzer is 10 euro bij de Kruidvat. En hij is gewoon mat, dus hij leek mij heel mooi. De Kruidvat had ook allemaal alles 1 plus 1. Dus daar heb ik gretig gebruik van gemaakt. Oeh, hij ruikt best wel lekker. Oké, nou in principe een prima bronzer. Vind ik hem nou echt geweldig en echt wauw. Dat niet. Hij doet niet echt iets voor mij waarvan ik zeg, oh mijn god, super mooi. Het is gewoon een vrij normale bronzer. Van de Rimmel London heb ik ook deze Maxi Blush. Ik heb hem in de kleur 4 Sweet Cheeks. Dit is een beetje een matte peachy oranje kleur. Vind ik altijd hele mooie blush kleurtjes. Deze was ook 10 euro. Mijn blushkwast is kapot. Ik heb hem ook al echt 2 jaar, dus heel raar is het niet. Ga ik deze een beetje aanbrengen op mijn wangen.
Ja, prachtige blush. Heel mooi. Staat heel mooi met mijn huidskleur. Een hele goede alledaagse blush. Hij is ook niet too much. Hij blendt gewoon mooi. Ja, ik vind deze echt heel mooi. I really like it. Ik raad hem zeker aan. Je kunt hem ook gewoon mooi opbouwen. Oké, ik besef me net dat ik geen nieuwe highlighter heb. Heel raar, want ik dacht dat ik die wel had. Maar kennelijk niet. Dus ik ga gewoon even mijn Essence Glow paletje gebruiken om mee te highlighten. Ik gebruik deze kleur. En dan gaan we even ons gezicht een beetje highlighten. Ook een beetje op mijn neus. En ik ga het ook aanbrengen in mijn binnenste ooghoeken, want dat doe ik altijd. Dan voor mijn lippen ook iets nieuws. Een merk die ik nog nooit heb geprobeerd. En dat is Jeffree Star Cosmetics. Ik heb hier een liquid lipstick van hem. Hele hype, schijnen super goed te zijn. Dit is in de kleur Celebrity Skin en deze zijn rond de 15 euro. Ik heb altijd hele droge lippen, dus liquid lipsticks zijn super mat, dus nooit echt iets voor mij. Maar ik ga toch deze proberen, want deze schijnen zo goed te zijn. Ja, ik moest het gewoon even proberen. Het ruikt ook heel apart, best wel een lekkere geur. De kleur is echt geweldig, echt een hele mooie nude. Even een beetje laten opdrogen. Ja, voelt op zich gewoon normaal aan als gewoon iedere andere liquid lipstick. Ik ben benieuwd hoe lang die blijft zitten. Ik heb ook een nieuwe glossy lip topper van Revolution. Ik heb hem al in het goud. Dat is dus deze. Deze vond ik al zo mooi dat ik dacht ik wil ook deze proberen. Dit is in de kleur Fortune en deze is rond de 3, 4, 5 euro. 3, 4, 5. Nou mensen, ik kan nu al aan mijn lippen zien dat hij mijn lippen aan het uitdrogen is. Ja, ik denk echt dat er gewoon geen formule in de wereld bestaat die gewoon goed zal zijn voor mijn lippen. Echt alle matte liquid lipsticks zijn gewoon te droog voor mij. Maar ik ga er wel even deze liptopper overheen aanbrengen. Wauw. Oké, dit is wel echt heel grijzig wittig. Obvious, want zo ziet hij er ook uit. Ik denk dat met een lichtere kleur eronder deze beter zou staan. Want deze kleur is toch in verhouding best wel donker. Dus dan valt het witte extra op. Maar ik vind het wel mooi. Ik hou wel van die glossy glitter lips. Als laatste heb ik een nieuwe setting spray. De Catrice Matte Prime and Fine Setting Spray. Anti-shine fixing spray. Nou, ik heb niet eens shine, maar oké. Mijn gezicht is al super mat. Nou, ik vind hem heel verfrissend. Hij spreekt super fijn. Ja, ik vind hem best oké. Maar ja, we moeten aan het einde van de dag zien wat ik ervan vind. En mijn ogen tranen weer. Want ik heb heel de tijd hier iets in mijn oog. Super irritant. Oh my god. Oké, mensen. Nou, dit was dan de look. Nou, ik vond het meeste echt super goed. Het enige wat ik echt een faal vond was deze domme poeder. Maar voor de rest... Ja, en deze bronzer was voor mij gewoon een moi. Niet goed, niet slecht. Ja, voor de rest alles prima. Ik ben heel benieuwd hoe de foundation en de concealer blijft zitten. En ik moet echt even iets uit mijn oog gaan halen. Dus ik kom aan het einde van de dag terug om te laten zien hoe de make-up nog zit. Tot straks. Oké, mensen, daar ben ik weer. Het is nou 8 uur volgens mij. Ik ben mijn telefoon beneden vergeten, maar het is tussen 7:30 en 8:00. Mijn make-up zit er al een aantal uur op. Ik ben gewoon thuis gebleven. Ik heb gegeten, dus mijn hele lipstick is eraf. Ik heb ook een uurtje geslapen, dus ik heb gewoon een beetje geleefd thuis. Mijn make-up zit er in principe nog goed op. Ik ga even snel door alles heen om te vertellen wat ik ervan vind. Dit oogschaduwpaletje is oprecht gewoon heel goed. Mijn oog heeft hier heel tijd getraand. Maar op zich zit het nog best wel goed, ondanks de tranen. Deze blush, ik ben echt impressed, want ik heb hier blush op en het zit er gewoon nog op. Ondanks dat ik aan die kant heb geslapen. Meestal is het dan hier helemaal eraf. Maar deze blush zit er gewoon nog op. De Fenty Foundation, echt wauw, wauw, wauw. Zeker 40 euro waard. Deze mascara ook gewoon prima. Deze concealer vind ik ook echt heel goed. Hij is niet gaan creasen. Hij zit hier nog gewoon goed. Hij is hier wel een beetje ervan af. Omdat ik daar heb lopen krabben en trekken. Maar dat is dus gewoon mijn eigen schuld. Ik vind deze echt heel erg mooi. Deze gel eyeliner echt. Ik heb hier ook een dure van Sigma. En ik vind deze beter. En deze is maar 8 euro. Dus deze raad ik zeker aan. Deze poeder, nee. Die gaat daarachter in de slechte productenkast. Deze bronzer, niks speciaal. Deze bronzer is 10 euro. Deze van LOV is ook 10 euro. En deze is beter. Dus ik zou eerder voor deze gaan. Deze setting spray, ja, mijn gezicht is nog wel mat. Dus ja. Maar ja, mijn gezicht is heel droog. Dus ik kan dit niet echt testen. Deze liquid lipstick van Jeffree Star Cosmetics. Gewoon een prima liquid mat. Zoals ik al zei, op mijn lippen is het gewoon... Niks houdt het vol. Maar deze kleur is echt fantastisch. Ik had ook de gloss eraf gehaald. En toen alleen deze opgedaan om te kijken hoe lang die blijft zitten. Ik vind hem niet per se heel lang zitten. Toen ik ging
eten was hij er ook echt af. Dus ik vind het niet een hele longwear matte liquid lipstick. Maar ik vind hem wel absoluut mooi. Deze spons heeft voor mij gewoon te veel nadelen. Hij is gewoon niet puntig genoeg. Dus ik kan mijn concealer hier gewoon niet uitblenden. En hij wordt te snel droog. Het was gewoon echt alsof ik met een droge spons aan het blenden was. En de gloss vind ik ook gewoon prima. Vind ik heel erg mooi. Nou, dus overal ben ik best wel tevreden over alle make-up. Mijn gezicht ziet er nog best cute uit. En ja, ik ben blij dat ik weer een aantal leuke make-upjes heb gevonden. Nou, vond je mijn video leuk? Vergeet vooral niet te liken en ook te abonneren. Dat kan heel makkelijk door hier op mijn hoofd te klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!